zo groot. Of zo groot. Nee, het was zo groot. Was het er niet in? Nee, wat is dat, hè? Ik hou dus ook niet van te groot. Een extra grote cappuccino? Voor mij, ja. En een groene thee. Ja, voor mij. Nou, ik heb dus een verhaal, joh. Oh, vertel. Nou, ik was dus deze week bij een theatervoorstelling in Amsterdam. Mm-hmm. Waar dus echt super knappe acteurs speelden. Uh-huh. Dus ik wou achteraf zijn telefoonnummer vragen, mm-hmm, natuurlijk. Je kent dat wel. En bleek dus dat mijn laatste bus over 5 minuten zou gaan. Oh nee. Ja, erg hè. Mm-hmm. Nou ja, dus ik rennen. En wat denk je? Ik denk helemaal niks. Verkeerde bushalte. Bleek dus dat het bushalte die ik nodig had 1 kilometer verderop was, hè? Oh, Mariska. Ja, echt. Nou ja, dus ik weer rennen. Kom ik weer bij de verkeerde bushalte aan. Wat een verhaal, joh. Ja, hè? Ja, dus ik weer... Rennen. Ja. Nou ja, dus kom ik daar aan, helemaal bezweet, staat er zo'n man. Huh? Ja, dus ik... Meneer, is dit de bushalte naar Amsterdam? Centraal. En hij zo, nee. Oh. Ja, erg hè? Moet u aan de overkant zijn, mevrouw? Oh my god. Ja. Wat een ellende, zeg. Maar heb je nog wat te pakken gekregen? Nee, dat was homo. Meneer? Ja, hi. Mag ik een nieuw theezakje? Hij past er niet in.